watch the kids out for me. Het leven op de Karel de Grote Hogeschool staat niet stil. Er wordt hier veel gedoseerd, gestudeerd, maar daarnaast gebeuren er ook heel wat andere fijne en interessante dingen op onze hogeschool. Zo is er directrice Veerle Hendricks, die gaat lunchen en ontbijten met collega-docenten. Ze schept zelf het eten uit en ze komt straks vertellen waarom ze dat zo belangrijk vindt. Verder ook bezoek van Jyoti en Beno, twee mensen die een fijne inzamelactie deden op KDG ten voordele van de aardbeving in Nepal. Zij kon vertellen wat dat heeft opgeleverd. En ook Stijn Lemmens, een oud-student van de hogeschool, die werkt bij de Vlaamse Opera. We gingen hem een dagje volgen op zijn werk. Dat krijg je straks nog allemaal op KDG-TV. Maar eerst gaan we even terug naar midden september, de eerste week van het academiejaar. Toen was het Stew Day, de jaarlijkse hoogmis voor de studenten in Antwerpen. Niet enkel KDG vierde mee, maar alle universiteiten en hogescholen in deze prachtige stad. Heel veel drank, heel veel fijne muziek. De plek waar studenten naartoe moeten gaan. En in ons publiek zit toevallig ook iemand die er geweest is. Aisha, jij was daar, hè? Ja, inderdaad. Wat is jou bijgebleven van die dag? Dat het echt wel heel tof was. Er hebben verschillende activiteiten. Ja, eens gaan eten met vrienden. En alleen wel jammer van het slechte weer. Maar je maakt altijd wel veel plezier erdoor. Ik heb iemand die ik schat 7 duvels op had zien springen op een springkasteel. Ja, dat zou kunnen, maar dat heb ik niet gezien. Dat gebeurt daar en dat is fantastisch om naar te kijken. Onze reporter Robin Belmans, die ging daar ook naartoe. Robin is een beetje de David Attenborough van KDG-TV. En hij kwam terug met dit verslag. People, they can drink here, eat here, do lots of funny stuff, and can dance. Come on, baby, come on.
this girl. Somebody, no leaving this party with nobody. Dat is leuk. Spijtig van de regen natuurlijk. Ja, maar de laatste half uur, dat was echt geweldig. Ja, het was echt tof de laatste half uur. We hebben ons heel goed geamuseerd. Ja. Ja. Over water gewandeld en studeren in Antwerpen, duidelijk een feest. Bij mij de paterfamilias van Gate 15, Gert. Hallo, welkom. Hallo. Gert, als je dat nu terugziet, Studio Day, toch wel jouw feest een beetje, jouw feestje. Wat doe jij dat? Ik vind dat fantastisch. Hè? Het is voor mij de eerste keer geweest. Ik ben nog maar 4 maanden directeur bij Gate 15. Het is de eerste keer dat ik Studio heb meegemaakt, zowel voor als achter de schermen. En als ik dan zie hoeveel tijd dat wij erin steken binnen Gate 15, maar ook met studenten die ons ongelooflijk meehelpen om alles op te bouwen, terug af te breken, om de dag goed te laten verlopen. En je ziet dan dit filmpje, dat is echt fantastisch om te zien. Hè? Ja. Het is een ongelooflijk goed gevoel. Ja, je bent nog niet zo lang directeur, 4 maanden zeg je. Je bent er ingeworpen en dan meteen dat. Ja. Er zijn ergere dingen op de wereld. Zeker en vast. Ik bedoel, als ik studeerde, dan kenden we dat niet, Studio Day. Ik heb trouwens in Gent gestudeerd en daar hebben ze dat al helemaal niet. En dat te zien dat al 12 jaar in Antwerpen zo wordt georganiseerd, dat is ongelooflijk. Zelfs met slecht weer, 16.000 studenten die daarop afkomen. Dat is dus gewoon schitterend, hè. Prachtige stad, prachtige zeker studentenstad. Even misschien even opnieuw denken aan Gate 15, want daarvoor ben je natuurlijk hier. Je bent de directeur van Gate 15. Dat klopt, ja. De mensen die niet helemaal weten wat Gate 15 precies is. Ja. Opfrissing? Ja, Gate 15. Bij Gate 15 proberen we eigenlijk een platform te zijn voor en door studenten. Dus we proberen studenten in Antwerpen zo goed mogelijk op weg te helpen, te informeren over van alles over wonen, werken, het vrije tijd in Antwerpen. We hebben onze studentengids waar heel veel informatie staat voor studenten. Maar daarnaast willen we ook een open huis zijn. We zijn sinds 1 jaar zitten we op een nieuwe locatie met Gate 15 op de Kleine Kouwenberg 15. Mm-hmm. En daar hebben we ongelooflijke infrastructuur gekregen van de stad. Om studenten ook de kans te geven om gebruik te maken van die infrastructuur, van zalen die we ter beschikking hebben, om te komen blokken tijdens de blokperiode gratis. En sinds dit academiejaar tot 10 uur 's avonds zelfs. Maar evengoed om de quiz te komen organiseren of om een feestje te organiseren. Een concert kan zelfs. Men kan bij ons komen overleggen, totaal gratis. Men kan bij ons workshops organiseren. Dus wij zijn willen echt een open huis zijn voor alle studenten in Antwerpen. Dus ze zijn zeker van harte welkom om bij ons binnen te springen. Wauw, studenten in Antwerpen worden onwaarschijnlijk goed omkaderd, blijkbaar. Is dat ook nodig? Kunnen studenten niet gewoon rock en roll op zichzelf wat ronddolen op de Stadswaag en that's it? Hebben ze dat nodig? Volgens mij hebben ze dat zeker nodig, omdat ik toch merk nu in de 4 maanden dat ik dit doe, dat studenten wel meer doen dan alleen maar roepen van een vat en ad fundums drinken. Ik zie ongelooflijk veel engagement bij studenten. Buiten naar de les gaan, buiten effectief op café gaan, wat ook belangrijk is. Maar zij zijn ook bezig met maatschappelijke dingen. Zij werken mee in buurthuizen. Zij zijn ook al bezig met ondernemerschap als student. Mm-hmm. Zij zijn dus zeer geëngageerd. Ik ben er ongelooflijk van verrast geweest hoe geëngageerd dat die studenten zijn. En ik vind dat wij als Gate 15 zeker en vast daar mee aan kunnen werken, mee kunnen faciliteren om die studenten alle kansen te geven om ook buiten de lessen ook nog andere interessante dingen te doen. Ja, absoluut. Je zei het daarnet al van, je hebt zelf in Gent gestudeerd en jouw LinkedIn vertelt mij ook 1 jaartje in Antwerpen. Ja, ik heb nog een postgraduaat gedaan in Antwerpen op de toenmalige RUCA, de Universiteit Antwerpen in Wilrijk. Alright, dus je hebt hier ook 1 jaar zelf student geweest. Heb je nog tips voor studenten, dingen die zij hier absoluut moeten doen in deze prachtige stad, plekken waar ze naartoe moeten gaan? Het is zoveel in Antwerpen natuurlijk. Hè. Het is gewoon een prachtige stad. Ik denk in de zomer ga zeker naar de Schelde. Ga zeker daar eens rondhangen rond de kaaien. Naar de zonsondergang kijken. Dat is gewoon fantastisch. En voor de rest wil ik zeker en vast een oproep doen om massaal naar Gate 15 te komen. Om gebruik te maken van wat wij aanbieden. En ik kan misschien ook al een tipje van de sluier oprichten. We gaan dit jaar, we hebben een speciale campagne opgericht, trots op onze studenten. We willen echt ook aan Antwerpen tonen dat we trots zijn dat studenten naar Antwerpen willen komen studeren, maar ook dat ze ongelooflijke dingen doen waar we trots op mogen zijn. Mm-hmm. En ook trots zijn op onze studenten die in het buitenland op dit moment studeren. Dus we gaan buitenlandse studenten zoeken in Milaan,
in Antwerpstudenten zoeken in het buitenland, in Milaan, in Berlijn en in Rome. En we willen dan dat die een vriend of een vriendin die ook in Antwerpen studeert, dat we die kunnen meesturen met vliegtuig naar daar, om daar ook Antwerpen mee uit te dragen. Alright. En dat gaan we zeker nog organiseren volgend jaar, Make It 15. Fantastisch, veel dingen die dus op het programma staan. Zeker. Veel mensen kijken ook weer al uit naar Studay 2016, zal het dan zijn. Heb jij misschien in tussentijd nog zo een event waarnaar ze heel specifiek kunnen uitkijken? Wel, in november, eind november, 25 november, organiseren we in de Arenbergschouwburg de verkiezing van de strafste studentenvereniging van Antwerpen. Dus dat is zeker en vast weer een leuk event voor de studentenverenigingen. En de 29e februari zouden we iets speciaal willen doen voor de studenten die verjaren dan. Dat is toch maar om de vier jaar dat die mensen jarig zijn. Dus ik denk dat die dan ook eens extra in de bloemetjes mogen gezet worden. Een speciaal event. Ja, oké. Daar willen we zeker iets rond doen. Alright, perfect. Gert, bedankt voor je komst. Graag gedaan. Ik wens je nog heel veel succes met je directeurschap bij Gate 15. Maar zoals ik het nu hoor, kan dat niet fout gaan. Bedankt voor je komst. Dank je wel. En van de koning van Gate 15 naar de koningin van de Karel de Grote Hogeschool. Onze directrice Veerle Hendricks die ging onlangs een keer goed gaan eten met een aantal docenten. Een croissantje, cappuccinootje erbij, ook een keer gaan lunchen. Het goed leven dus op onze hogeschool. We hadden niet veel moeite om een cameraploeg te vinden die daar naartoe wilde. Ik ben Veerle Hendricks en ik ben sinds 1 oktober 2014, dus nu net iets meer dan een jaar, algemeen directeur van de Karel de Grote Hogeschool. En wat mij kenmerkt, denk ik, is gedrevenheid en een heel grote interesse in mensen en in ontwikkeling van mensen. En dat maakt dat ik denk dat ik ook in een hogeschool wel op mijn plaats ben. En ik vind het eigenlijk heel belangrijk om de opleidingen goed te kennen. En ik vind het ook heel belangrijk dat de opleidingen goed weten wie dat in een algemeen directeur is en wat dat die belangrijk vindt in de hogeschool. En vandaar dat ik het initiatief genomen heb om in elke opleiding te gaan ontbijten of lunchen met een groep van docenten en het opleidingshoofd. Dit is de eerste keer dat ik dit doe in deze hogeschool. En vandaag was het mijn vijfde opleiding die ik zo bezocht heb. En ik moet zeggen, elk gesprek dat ik heb is anders. Er is een andere dynamiek in de teams. En dat maakt het wel elke keer heel bijzonder. Maar ik heb ze allemaal al heel interessant en boeiend gevonden. En ik kom elke keer opnieuw mensen tegen die heel gedreven en heel gemotiveerd in hun jobs. Ziezo, dat zag er fantastisch uit en zit hier bij ons onze directrice. Dag Veerle. Dag Lorenzo. Goedemiddag. Je bent naar hier gekomen, zelfs met croissantjes. Ja, dat klopt. Ja. Je maakt er echt een gewoonte van. Ja. Je zei het daarnet al, je vindt dat heel belangrijk. Ik was er helaas niet bij, maar we zullen dat nu anders goed maken. Hè? Het dineren met de directrice. Waarom vind je dat zo belangrijk? Ja, ik vind het echt heel belangrijk dat ik de opleidingen goed leer kennen. En dat zij mij ook kennen. En ik ga naar de opleidingen eigenlijk met het stuk verhaal van wat ik heel belangrijk vind voor KDG. En ik hoor dan van hen hoe dat zij daar naar kijken, wat dat voor hen uitdagingen zijn voor de opleidingen, om dat mee te helpen waarmaken. Maar wat dat zij ook aangeven dat opleidingen zijn, uitdagingen zijn voor Karel de Grote Hogeschool als organisatie. En het zijn elke keer opnieuw heel boeiende gesprekken. En ik kom er toch ook altijd heel fier buiten, want ik denk dat... Ja, dat wij een heel knappe ploeg docenten hebben. Dan moet ik elke keer opnieuw, ben ik toch weer onder de indruk. Ja. Wat zijn zo'n aantal dingen dat je eruit hebt opgestoken naast dat je fier bent op de ploeg?
Ja, dat we bijvoorbeeld rond diversiteit staan we echt wel voor grote uitdagingen. Ik leg dat ook daar als een belangrijke uitdaging voor KDG. En dan geven docenten mij wel terug dat dat niet zo simpel is, omdat we echt wel met culturele verschillen zijn die we hebben, die we niet zo gemakkelijk kunnen overbruggen. Of ik kaart ook het thema interdisciplinariteit aan, omdat ik het heel belangrijk vind dat er over opleidingen heen wordt samengewerkt. En dan zetten docenten mij wel terug voor de uitdaging van waar dat zij dan drempels ervaren om dat te kunnen waarmaken. Dat zijn onder andere thema's die daar aan bod komen. Ja. Ja. Naast het goed eten ook gewoon. Ja. Heel belangrijk. Ja. Je bent ook nog niet zo heel lang directrice. Je zei het ook al in het filmpje, net zoals Gert die we daarnet zagen. Ja. Hoe heb jij je ingewerkt? Het is nu iets meer dan een jaar. Ik ben net iets meer dan een jaar bezig. Ja, Lorenzo, ingewerkt. Ik ben er gewoon ingegaan en het voorbije jaar is een rollercoaster geweest. Mm-hmm. Dus van inwerken kan ik eigenlijk... ik heb dat niet zo gevoeld. We gaan er gewoon voor. Maar ik voel wel dat in een tweede jaar, je hebt het allemaal al eens één keer gehad, toch? Hè? Globaal genomen heb je het allemaal al eens één keer gehad. En dat geeft wel een beetje meer rust, toch? De rollercoaster is iets trager gaan rijden. Ja. Okay. Hoe ziet zo'n rollercoasterdag voor de directrice eruit? Buiten dan croissant gezeten? kan je daar een tijdslijn op kleven? Het gebeurt mij veel dat ik 's morgens vroeg al wakker word en dat mijn geest heel actief is. En dat is meestal rond 1:05, maar dan sta ik nog niet op. Okay. Maar dan begint mijn geest wel te werken en ik sta rond 6:30 op. Ik ontbijt thuis, maar heel gezond, want wij leven eigenlijk erg gezond. En dan vertrek ik meestal rond 7:30 naar de hogeschool, ofwel met de fiets, dan fiets ik een uurtje, ofwel met de trein en als het echt niet anders kan met de auto. En zodra ik toekom, dan bestaat mijn dag eigenlijk uit overleg met allerlei interne en externe partijen. En dan mag ik blij zijn als ik af en toe tussendoor ook nog eens even een mail kan beantwoorden of een verslagje doen. En anders doe ik dat meestal 's avonds nog. Ja. Ja. En dus... in het weekend leg ik de rekker af. Dan doe ik andere dingen terug. Ja. Ja. Ik onthoud veel overlegmomenten, maar niet altijd met daten dan. Dat is uitzonderlijk met de docenten dan. Ja, dat is absoluut uitzonderlijk met de docenten, ja. Zijn dat er nog is... van die... Van... Dan misschien moet ik dat zeggen. De reden waarom ik met docenten... waarom ik de keuze heb gemaakt om te eten, is omdat... Dat is de symboliek van aan de tafel kunnen er open gesprekken ontstaan. Zo is dat thuis, toch? Hè? Dan kan je het over alles en nog wat hebben. En dat is wel de symboliek die erachter zit. We zitten samen aan tafel en we kunnen in een open gesprek kan alles aan bod komen. Mm-hmm. Vandaar die keuze om er eten bij te halen. Ja. Uiteraard. Ik kan er alleen maar mee akkoord gaan, Veerle. Eén ding dat ik jou ook nog graag wilde vragen. Ik was vorig jaar op een sit-in-beurs. Zo'n beurs waar dat dan 18-jarigen naartoe komen. En compleet blind gemaakt wordt door allemaal kleurrijke billboards van alle mogelijke hogescholen en universiteiten ter lande. Wat is volgens jou de reden dat studiekiezers voor KDG moeten kiezen? Wat onderscheidt ons nu van al die andere felgekleurde billboards? Wij hebben het groen voorlopig. Wat is volgens jou de kern van KDG? Ik ga er twee geven. Eén, ik denk en ik ben echt overtuigd dat onze opleidingen heel sterk zijn en dat als je aan KDG afstudeert, dat je echt een heel sterk diploma in handen hebt. En dat is de belangrijkste reden om voor KDG te kiezen. En de andere reden vind ik zelf heel belangrijk en hoor ik ook voortdurend terugkomen van studenten. Dat is het warme contact dat er is tussen studenten en docenten, wat eigenlijk heel stimulerend is om aan de slag te gaan binnen de Karel de Grote Hogeschool. Ja. All right. En ik heb er ook nog één. De croissants van Campus Hoboken die zijn ook goed. Ah ja, okay. Absoluut. Veerle, bedankt voor uw komst. Ik wens u nog heel veel plezier en succes in uw carrière als directrice. En straks gaan we die kraken. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel.
Veerle zei het daarnet nog niet expliciet, maar de Karel de Grote Hogeschool staat ook bekend om zijn onwaarschijnlijk maatschappelijk geëngageerde studenten. Student en Engagement, dat is een organisatie binnen Karel de Grote die geëngageerde studenten met een idee helpt om dat uit te werken. Zo was er vorig jaar bijvoorbeeld een grote inzamelactie voor Nepal, dat toen getroffen was door een zware aardbeving. En onlangs werd er bekendgemaakt wat er nu juist gebeurd was met het ingezamelde geld. Voor mij was dit een schitterend project. Waarom? Eigenlijk is dat voor het eerst dat een project dat voorgesteld wordt door een student door heel KDG gedragen werd. Dus in mei was die aardbeving. Jotty is gekomen om te vragen, we moeten iets doen. En die sushi, ik dacht, ja, dat moet op alle campussen lukken. En dat is inderdaad, dat was een massale... was een massaal succes en groot. En ook iedereen was met hetzelfde doel bezig. En dat gaf eigenlijk een grote verbondenheid over heel KDG. En dat geeft wel een extra cachet. Wij doen hier veel dingen op onze campus, maar nu hadden we iets waar heel KDG mee bezig was. En dat was tof. Ik was sowieso al helemaal veranderd door Nepal, door alle gebruiken en alle gewoontes. En specifiek na de aardbeving, dat kon ik me echt niet voorstellen. Dat dat echt zo komt, dat je zo gewoon niet meer verder kon wandelen, letterlijk. Door gewoon de wereld, omdat je aan het trillen was, ja. Zo'n prachtig initiatief op de Karel de Grote Hogeschool. U zag ze daarnet al in het filmpje. Jyoti en Beno, welkom. Ja. Hallo. Beno, misschien eerst naar jou. Je hebt daar een stukje muziek gespeeld. Je was een performing artist op de Nepaldag. Maar je hebt ook een heel persoonlijk verhaal achter de aardbeving in Nepal. Klopt, hè? Ja, tuurlijk. Ja, want ik was er ook zelf bij de aardbeving was ik daar wel ter plekke. Omdat ik daar mijn stage voor Karel de Grote was aan het doen. Ja, je hebt vorig jaar biochemie gestudeerd. Ja, klopt. En je zat dus vorig jaar in april in Nepal. Mm-hmm. Ja. Wat was Sorry, je precies 25 aan april, het was niet op 1 april, het was 25 Maar in april zat je daar, ja. En wat was je precies aan het doen ter plekke? Dus ik was zo wateronderzoek aan het doen, want ik studeerde biochemie en ik onderzocht daar het drinkwater van de lokale mensen daar. Ja. Daarom door mijn studie heb ik dan daar mijn stage gedaan, mijn onderzoek gedaan, mijn thesis geschreven. En, ja. Ja, en toen gebeurde plots die verschrikkelijke aardbeving en zat je daar. Ja. Hoe heb je dat moment ervaren? Het moment zelf heb ik het zo zelfs niet eens als een aardbeving ervaren. Zou ik zeggen, want ik wist ook niet hoe dat een aardbeving... Alleen, wie van ons weet eigenlijk hoe dat een echte aardbeving was? Zo voor mij, ik dacht, ik ging zo flauw vallen. Je ziet de wereld voor je ogen bewegen, letterlijk. En je staat te trillen op je benen, ja. Zo het eerste dat je me zo opkwam, was, ik weet niet, ik ga flauw vallen. Alleen, ik dacht dat er iets mis was met mij, maar... Zo, het was dus de wereld dat aan het bewegen was, ja. Dus, immens, ik kan het me voorstellen. Ja. Jyoti, jij bent ook nog altijd student op KDG en jij hebt dus vorig jaar Sushi voor Nepal georganiseerd, een sushi-event. Hoe ben je daartoe gekomen? Dus ik wou absoluut iets doen voor Nepal en mijn Nepalese snacks. Ik dacht van, we geraken hier vooruit en iedereen lust wel sushi. En toen dacht ik, mijn ouders hebben toevallig een sushizaak en zodat we iets met KDG konden doen. En het was een groot succes geworden. Het was echt een ramp op die dag in de sushizaak natuurlijk. Maar ik ben wel blij dat alle campussen van KDG, de studenten en de docenten ons hebben gesteund. Ja, inderdaad. Dus jij bent echt gewoon daar met dat idee naar studentenengagement gegaan. Ja. Je hebt dat uitgevoerd en plots heb je dan een hele hoop geld, want er is veel ingezameld. Hoeveel was het exact? Iets rond de 6.000, met hulp van mevrouw Smits ook. Buiten de sushi-actie had ze ook in de parochie en zo geld ingezameld. Dus rond de 6.000 euro van KDG. Oké, en dan heb je plots 6.000 euro. Ja. En wat dan? Wat doe je daarmee? We hadden nog andere acties met de Nepal Belgium Youth Club. Uiteindelijk hebben we een totaalbudget van 15.000 euro opgebracht.
En toen dachten wij om naar Nepal te gaan natuurlijk. En omdat wij ook studenten zijn, te focussen in het onderwijs. Dus zij hebben op het idee gekomen om een school te bouwen in Nepal. Ja. We zien ook enkele foto's in het scherm nu. Ja. Dus je bent echt letterlijk naar daar gegaan met een aantal vrienden. Ook ja. mensen die mee ingezameld hebben. Ja, en je bent daar dus eigenhandig een school gaan bouwen. Ja, dit is het dorp waar ik geboren was. Dus uiteindelijk ben ik er al eens vaker langs gegaan. En we dachten om te beginnen met een plaats waar ik al gekend ben in plaats van op een onbekende plaats te gaan en met onbekende mensen te werken. En u ziet op de achtergrond de school, die de huidige school. Maar als je aan de pilaren zou schudden, dan bewoog dat gewoon, bewoog dat gebouw. Het was nodig om er een nieuw gebouwtje naast te zetten. Ja. En dit is het dan geworden waarschijnlijk in de laatste fase? Ja, klopt. Wij hebben dan, u ziet op de achtergrond dat gras en dat heuveltje. We hebben zelf met de dozer het gebied vrijgemaakt en vanaf nul begonnen, zoals u op die vorige foto's kon zien. Eerst de bodem aangelegd en dan hebben we uiteindelijk 3 kamers kunnen bouwen. Alright, het ziet er indrukwekkend uit. Ik heb thuis ook nog wel wat bouwwerk dat moet gebeuren. Ongelooflijk. En jullie hebben dat. Er is niemand van jullie ingenieur of weet ik nee, veel? Nee, maar we hebben dat wel gedaan met een non-profit organization in Nepal. Want het moet volgens een bepaald schema. Er zijn 6 voorbeelden van de overheid en dan moet je 1 van die 6 voorbeelden kiezen. Om die school te bouwen eigenlijk. Dus je mag niet zelf randomly een concept gaan... Nee. Natuurlijk, dat kan ik me voorstellen. Ben, even terug naar jou. Ja, jij kan misschien wel heel goed inschatten hoeveel nood was er aan zulke zaken. Want jij was daar op het moment van die aardbeving. Je hebt ook wel gezien wat het allemaal heeft aangericht. Was er erg veel nood aan dat soort initiatieven? Nee, ja, tuurlijk. Ja, zelfs zoals... Zelfs ook zij zo met die pilaren, ja, die staan... Jawel, met die pilaren, dat die echt zo totaal niet stabiel staan. Ja. Er zijn een heel deel huizen ingestort, maar ik zal zeggen, zo hoeveel ingenieurs zijn er? En ik zal zeggen, nou, zo zulke dorpen, zo hoeveel ingenieurs zijn er al daar naartoe gegaan om zo'n gebouwen toch tenminste gaan controleren? Ik bedoel, er moet echt nog volgens mij heel veel gebeuren om toch voor iedereen terug een nieuw veilig onderkomen te zetten. Ja. Er moet nog veel gebeuren, hoor ik je zeggen. Ben jij nog van plan om terug te gaan? Ja, het resultaat van de school heeft mij echt gemotiveerd om mij verder in te zetten in zulke acties. En normaal gezien ga ik elke jaar in de zomervakantie naar Nepal. En nu ben ik van plan met studenten van Studenten Engagement, MKDG. Misschien niet grote acties zoals de sushi-dag, maar kleinere acties. En dan toch, al is het geen school bouwen, maar misschien verfrissen van een schoolgebouw of een weestehuis verfrissen door een nieuw kleurtje aan te brengen. Of distributie van schoolgoederen, dat hebben we toen ook gedaan in Nepal. Ja. En met €400 of zo kan je een school helpen van de kleuterklas tot klas 10 of zo. Met €400? Ja, dat is dan rond de 45.000 Nepalese rupee. Dan kun je echt nog schriften, kleurboeken en zo. Dat hebben we toen ook gedaan. En zie ik echt wel zitten om nog zo'n dingen te doen in Nepal. Prima. Ja, je hebt het filmpje dat we zagen, dat was het moment dat jullie eigenlijk voorstelden wat er uit de inzamelactie was voortgekomen. Ja. Hoe waren de reacties daarop vanuit de school, vanuit de mensen die aanwezig waren? Iedereen was super trots. Ja. Ze waren echt heel, heel fier op mij. Van, ik ben trots. Jyoti, goed gedaan. En dat reactie heeft me dan ook nog meer gemotiveerd om mij echt wel in te zetten in zulke acties. Ja. Ik kan me voorstellen, mensen helpen en sushi eten. Dat is fantastisch als je die twee kan combineren. Ja. Beno, jij zat daar dus nog een tweetal weken na de aardbeving, ongeveer. En je hebt daar ook nog iets gedaan. Hè? Er is nog iets uit voortgekomen, het moment dat je daar zat. Ja, omdat ik ook zo zelf buiten school en studies, zo maak ik ook muziek. En daarmee dacht ik van, misschien moet ik echt wel hier een tekst over schrijven. Want zo, wanneer rent er zo, kan je een tekst over een aardbeving echt persoonlijk schrijven. Ja, dat klinkt misschien een beetje vreemd nu, maar... dus ik heb me dan op zo toegelegd om die ervaring zo toch daar iets mee te doen en niet gewoon zo te laten passeren, maar toch iets dat ik zo meedraag. En dat is zo'n nieuwe subject dat ik die ook mee kan delen. En, ja.
Wel, je hebt het eigenlijk al zelf aangekondigd, ja, maar het leek ons een fijn idee om het nummer dat je hebt geschreven naar aanleiding van die aardbeving ook live te brengen. Je hebt een zanger erbij, kom maar hier zitten, we maken het even heel gezellig. En het nummer, kan je even kort schetsen, wat mogen we verwachten? Jawel, dus het nummer heb ik uiteindelijk in zo'n drie coupletten kunnen neerschrijven. Zo eerst zo wat ik al eerder zei, van dat ik zo dacht dat ik in flauw val, dat ik niet eens wist dat het een aardbeving was. En, ik zal zeggen, uiteindelijk toen als ik echt wist dat het een aardbeving was, was het ook letterlijk omdat mensen uit hun huizen zijn aan het lopen. Zo ineens zo liep iemand, zo met zo'n opa op zijn rug, dat was ook zo'n zinnetje van. Dat dus effectief zo iedereen elkaar helpt en dan ook achteraf. Jawel, in dat huis waren het niet stabiel, dus ik heb ook op straat geslapen. Dat komt er ook mee in voor hen. Oké, perfect. Ja. Ik stel voor dat je je gitaar neemt. We gaan hier nog een microfoon bij voorzien. En dan gaan we samen luisteren naar het nummer. Ja, graag. Ja, neem je gitaar maar hoor. Voilà. Ziezo. Jij hebt het al gehoord, hè, Jyoti? Ja, maar toen was het zonder de zanger. Zonder zang, dus voor jou ook een soort avant-première op dit moment? Ja. Fantastisch. Heren, go ahead. Street the same as yesterday, step by step with nothing to stop me. The vision blurred and the world turned all around, shivering legs with thoughts I will pass out. Moving and shaking from side to side. The earth's alive, the earth's alive. Moving and shaking from side to side. The earth's alive, the earth's alive. Moving and shaking from side. Coming back is not the same. Everything beaten as grain. Vishnu the protector disappeared in destruction. No strangers come together, share what you have, feed each other, sleep in upon concrete under plastic wings, day after broken. Moving and shaking from side to side. The earth's alive, the earth's alive. Moving and shaking from side to side. The earth's alive, the earth's alive. Moving and shaking from side to side. Moving and shaking from side. Moving and shaking from side to side. Moving and shaking from side. Alright, dat is inderdaad wel een applausje waard. Fantastisch. Beno Jyoti en jouw naam ben ik even kwijt. Tamino, enorm bedankt voor jullie komst. Ik wens jou nog heel veel succes bij alle inzamelacties die nog gaan gebeuren. Het zag er prachtig uit. Het kan alleen nog maar beter worden. Nog een applaus voor Jyoti, Beno en Tamino. Ziezo. Veel studenten die vergeten wel eens dat tijdens de waan van de schooldag er na het studentenleven een ander leven komt, het werkleven. En om te tonen dat dat zeker geen kommer en kwel is, gaan wij bij KDG-TV heel graag eens kijken naar waar oud-studenten van deze hogeschool zijn terechtgekomen. Deze aflevering brengt ons naar een van de schoonste gebouwen van de stad, de Vlaamse Opera. Goedendag, welkom in de Opera van Antwerpen. Ik zal je een rondleiding geven, kom maar mee.
Ik ben Stijn Lemmes, ik ben 22 jaar. Ik werk voor VZ2 Vrienden Opera Ballet Vlaanderen. Ik ben coördinator. En ik heb kunst- en cultuurbemiddeling gestudeerd aan Karel de Grote Hogeschool. Zo, dit is dus onze zaal hier in Antwerpen. We zijn eigenlijk heel trots met deze zaal, want ja, zoals je ziet, het is ongelooflijk mooi en goede akoestiek ook. En ja, het is toch een beetje erfgoed van Antwerpen, dus daar mogen we wel trots op zijn, denk ik. We staan hier dus op het zijtoneel. Daar zien jullie natuurlijk het hoofdtoneel waar het decor voor Tannhäuser klaar staat. Die nog een aantal dagen hier in Antwerpen speelt. En ja, hier is heel veel bedrijvigheid normaal gezien, maar nu is het uiteraard wel rustig dat we hier even kunnen staan. Dit is wat de achterkant van wat de mensen nooit te zien krijgen, wat de artiesten klaarstaan om op het podium te gaan. Zo, dit is de repetitiezaal. Hier wordt het podium volledig nagebouwd om zo'n beetje het beeld te krijgen van hoe dat ze zich kunnen bewegen op het podium. Een paar attributen staan hier ook al opgesteld dat ze daarmee kunnen repeteren. Dan krijg je hier een beeld van hoe dat de scène zou uitzien. Natuurlijk zit het decor en zo er allemaal nog niet bij, maar dat komt achteraf op het toneel dan. Ziezo, je zag ze al de hele aflevering, onze huisband voor vandaag, Orients. Vorig jaar stonden ze ook al in een aflevering van KDG-TV en ze zijn teruggekomen, Simon. Ja, inderdaad. Was het hier zo plezant? Ja, het was hier een zaal. Ja. Het is een topervaring. En ja, toen hij ons terugvroeg, waren wij zeker nog eens opnieuw komen doen. Ja. Ik zag zelfs op jullie vibe.be-pagina dat jullie KDG-TV in jullie lijst van gigs hebben gezet. Ja, we vonden dat wel een hele ervaring. Het was nu niet echt een groot optreden, maar het was een live studio-opname voor tv dat we zeker op onze Facebook-pagina ook wilden vermelden. En dan namen we dat gedeeltelijk op als gig, ja. En dus het moment dat jullie Werchter Mainstage staan, gaan wij er dan nog blijven bij staan? Ja, zeker, zeker. Dit wordt bij ons evoluerend proces doorheen onze groeiende jaren. En dat moet tot oud worden. Hè. Never forget KDG-TV. Voor de mensen die jullie nog niet kennen, ze hebben jullie al aan het werk gehoord. Maar als je jullie band zou mogen omschrijven, hoe zou je dat dan doen? Ik zou vooral onze sound omschrijven als een combinatie van heavy gitaren, zoals er straks gehoord, maar ook toch wel zeker gevoelige snaren. En, we zijn een band die in een sound op elkaar zijn afgesteld, waar we gewoon willen gaan en willen knallen, continu op elk optreden voor iedereen. Dus als Sufjan Stevens en Josh Homme samen een kind zouden krijgen, dan zouden jullie het zijn? Wie weet over enkele jaren, maar zo, dat is toch ons streefdoel, ja. Zeker. Nu, het is bijna een jaar geleden dat jullie hier stonden. Ja. Er is op dat jaar voor jullie heel veel veranderd, heel veel gebeurd ook. Wat waren zo de hoogtepunten? De hoogtepunten waren toch dat we onze derde sessie in de Kaleidoscoop Cultuurcentrum mochten spelen, waar een heel aantal fans kwamen kijken, toch rond de 200-300 man. En hebben we ook ons album aangekondigd, waar we na KDG-TV ook mee bezig waren om dat op te nemen. Daar zijn we al 6 maanden mee bezig en tegen februari komt dat uit. En ja, Rock Schoten zat erbij, de voorrondes en gewoon allemaal dingen waar zomerfestivaletjes gewoon... Over dat album. Ik heb op jullie Facebookpagina een foto gezien waar jullie zo zitten te luisteren in de studio. Je was heel geconcentreerd. Ja, zeker. We moeten een kritische blik houden op onze muziek, constant. Ook als we muziek herbeluisteren en om iets aan te passen of weet ik veel. Vandaar de denkende houding. We proberen toch zoals de professionals te doen. Alright, the real deal. Jullie spelen zo meteen nog één nummer. Wat mogen we verwachten? That's Okay, dat is een opbouwend nummer waar toch wel heel veel gevoel in is gestoken. Het is ontstaan uit een oud idee van toen we 11, 12 waren en hebben we doen evolueren, zijn er nieuwe delen bijgekomen en nu is het nummer F. En dus zult wel zien. En het is klaar voor KDG-TV. Alright, Simon, zet je maar op je plek. Jullie zorgen voor de laatste noot van deze KDG-TV. De volgende aflevering die hebben we begin januari. Maar tot dan blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt op de hogeschool op onze website kdg.be. En natuurlijk op het YouTube-kanaal waar je ook deze aflevering kan bekijken. Maar het laatste woord, of alleszins toch de laatste klank, die geef ik heel graag aan Orients. Tot ziens. Thank you.
this will end today. Say my name and all this will end today. Don't just stand there, follow yourself or leave with me. Don't just stand there, it's hard to believe in yourself. Enough of it, I had 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 enough of it, I